Op dit moment zijn er een hoop mensen die last hebben van angsten. En in staat van angst kun je niet goed scherp denken. Dus daar moeten we vanaf zien te komen. Nou, we kunnen niet alles doen, maar we kunnen zeker wel onze eigen problemen aanpakken. Met een methode die heet EFT. Emotional Feedback Therapy. Die ga ik zo uitleggen. Die methode die wordt gebruikt niet alleen voor gewoon angsten, maar ook om trauma's, hele erge angsten, neuroses, verslavingen en andere persoonlijke tekortkomingen, om die aan te pakken. Wat belangrijk is, wanneer je deze gaat uitvoeren, zoals ik hem uitleg, zoals ik hem heb geleerd uit een boek van Benjamin Adema. Dat boek, dat laat ik straks nog even zien. En om de punten goed te weten, dit boek erbij, laat ik ook nog zien. Wat belangrijk is, voordat je daaraan begint, is om je affirmatie, je tekst, goed te definiëren. Dat bestaat uit twee delen. Het eerste gedeelte heeft betrekking op datgene wat je aan jezelf wilt verbeteren, veranderen. Dus dat kan een verslaving zijn, een angst zijn, een trauma, een opvliegerigheid, dat soort dingen. Het tweede gedeelte zeg je van, is het houden van jezelf, zeg maar. Dus bijvoorbeeld, ondanks dat ik verslaafd ben aan roken, accepteer ik mijzelf. Nou, dus accepteren, dat wens je geen kind toe, hè? Dat is ondermaats. Je kunt beter zeggen, hou ik van mijzelf. Als je het kunt opbrengen. En probeer het, want eigenliefde eerst. Dus, ander voorbeeld. Ondanks dat ik angstig ben, hou ik van mijzelf. Ondanks dat ik bang ben over de toekomst, hou ik van mezelf. Ondanks mijn gebrek aan eigenwaarde, hou ik van mezelf. Dat zijn zo wat voorbeelden die je kunt vormen. Ga daar even goed voor zitten en probeer hem zo precies mogelijk te definiëren. En vermijd altijd woorden als niet en geen en zo, want dat is psychologisch, dat werkt niet. Niet en geen, we kunnen niet denken aan een roze olifantje, zeg maar. Niet denken aan een roze olifantje, lukt niet. Nou. Dat. Dus, ik zal alle punten eerst even laten zien. En daarna geef ik het overzicht, zodat je het op je gemak zelf kunt doen. Ik ga die procedure uitvoeren voor niet gezien worden. Kan dat? Ja, dat kan ook. Dit is ook, kan ook een probleem van je zijn, hè? Goed, we beginnen hier. Ondanks dat ik niet gezien word, hou ik van mezelf. Ondanks dat ik niet gezien word, hou ik van mezelf. Ondanks dat ik niet gezien word, hou ik van mezelf. Ondanks dat ik niet gezien word, hou ik van mezelf. Ondanks dat ik niet gezien word, hou ik van mezelf. Ondanks dat ik niet gezien word, hou ik van mezelf. Ondanks dat ik niet gezien word, hou ik van mezelf. Ondanks dat ik niet gezien word, hou ik van mezelf. Ondanks dat ik niet gezien word, hou ik van mezelf. Ondanks dat ik niet gezien word, hou ik van mezelf. Ondanks dat ik niet gezien word, hou ik van mezelf. Ondanks dat ik niet gezien word, hou ik van mezelf. Ondanks dat ik niet gezien word, hou ik van mezelf. Ondanks dat ik niet gezien word, hou ik van mezelf. Ondanks dat ik niet gezien word, hou ik van mezelf. Ondanks dat ik niet gezien word, hou ik van mezelf. Ondanks dat ik niet gezien word, hou ik van mezelf. Ondanks dat ik niet gezien word, hou ik van mezelf. Ondanks dat ik niet gezien word, hou ik van mezelf. Ondanks dat ik niet gezien word, hou ik van mezelf. Ondanks dat ik niet gezien word, hou ik van mezelf. Ondanks dat ik niet gezien word, hou ik van mezelf. Ondanks dat ik niet gezien word, hou ik van mezelf. Ondanks dat ik niet gezien word, hou ik van mezelf. Ondanks dat ik niet gezien word, hou ik van mezelf. Ondanks dat ik niet gezien word, hou ik van mezelf. Ondanks dat ik niet gezien word, hou ik van mezelf. Ondanks dat ik niet gezien word, hou ik van mezelf. Ondanks dat ik niet gezien word, hou ik van mezelf. Ondanks dat ik niet gezien word, hou ik van mezelf. Ondanks dat ik niet gezien word, hou ik van mezelf. Ondanks dat ik niet gezien word, hou ik van mezelf. Ondanks dat ik niet gezien word, hou ik van mezelf. Ondanks dat ik niet gezien word, hou ik van mezelf. Ondanks dat ik niet gezien word, hou ik van mezelf. Ondanks dat ik niet gezien word, hou ik van mezelf. Ondanks dat ik niet gezien word, hou ik van mezelf. Dit is dan EFT. Probeer het. Als je zegt, ik vind het raar. Ja, er is nog wel wat meer raar. Er zijn mensen die op de fiets zitten met een smoelendoekje om. Die geen frisse lucht binnen willen krijgen. Omdat ze daar warm voor zijn. Misschien dat dit soort mensen juist EFT's moeten uitproberen. Tot slot, er zijn al een heleboel andere filmpjes gemaakt over EFT. Zoek die op. Op YouTube of BitChute of Rumble. En kijk wat andere mensen daarover zeggen. Dan gaat de wereld voor je open. Tot ziens.